Goedemorgen Ajaxide. Het is zondag, het is bloedheet en het is matchday nummer 2 in de Eredivisie, Ajax tegen Groningen. Straks achter mij is het hier volle bak en daar zijn een hoop stewards voor nodig. Maar wat doet een steward eigenlijk? Nou, daar gaan we vandaag achter komen, want ik mag meelopen met Nancy. Nancy, hallo. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Ja? Het is een beetje warm, maar verder gaat het beetje, goed. Heel klein beetje. Wat gaan we heel doen vandaag? Klein beetje. Wat gaan we doen? Nou ja, we hopen allereerst dat Ajax gaat winnen vandaag. Ja, en ik ga jullie meenemen in de wereld van de sturing en wat erbij komt kijken om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Op een drukke wedstrijd loop ik wel 12 kilometer. Ja, 12 kilometer? Je loopt meer dan de spelers. Ja, sowieso. Hoe beleef je eigenlijk zo'n wedstrijddag? Zo'n wedstrijddag begint met de briefing. Wij brieven altijd ietsje eerder met mijn sector, omdat wij als eerste open gaan met het hoofdgebouw, omdat wij ontvangst hebben, skyboxen, en die mogen eerder naar binnen voor lunch en diner en dat soort dingen. Dit is sector K. Sector K is het uitvak met risicowedstrijden zoals PSV de laatste keer. Komen ze via het station, gaan ze met de brug naar beneden. Waar je dan wel op moet letten als je als steward daar staat, ja, dat je geen bekers, pis of weet ik veel wat over je heen krijgt. Ja, is het echt, ja, dat vinden ze natuurlijk geweldig, dat is de uitdaging. En nou, dan gaan ze de trap en dan worden ze daar nog een keer gefouilleerd. En dan kunnen ze een hele lange rit naar boven, als je daar zie je de sluis, zeg maar. Ja. Nu moeten ze de trappen op, dus dan zijn ze iets minder bij de hand. En dan komen ze op het uitvak. En vandaag bijvoorbeeld zo'n Groningen of zo, verwachten we problemen? Nee, bij Groningen verwacht ik zeker geen problemen. Groningen komt vandaag via Dicom met bussen vanaf het parkeerterrein. En die gaan gewoon zelf wandelen het uitvak in en de rest komt op eigen vervoer. Dus dat kan nog wel. Wat gaan we nu eigenlijk doen? We gaan nu beginnen met de briefing. Ja? Die doen we altijd bij de ingang. Dus okay. Onze stewards zijn er een half uur van tevoren. En dan nou ja, gaan wij vertellen wat er vandaag op de plane staat, wat de bedoeling is en nou ja, dat. Oké, okay, perfect. Hallo. Hallo. Hi, hi. Hey, hi. Ben je er weer? Hi allemaal. Heb je gezien? Mooi hesje, hè? Ja. Well, dit is, mooi. Het is niet zomaar een hesje. Nee, het is niet zomaar een hesje. Dit is echt haute couture. Ja, ja. Je ziet het ook, een beetje verfijnd, hè? Ja. Het is, dit materiaal is exquis. Ik kan me niet anders voorstellen dat ik dit draag. Heel spannend moment. We staan hier nu bij de steward briefing. Dus iedereen een beetje gaat horen krijgen of hij in de basis staat, feitelijk. Dus of je hier moet staan of in het stadion moet gaan staan. Dus nou, laten we gaan luisteren. Welkom. Hey. Goed dat jullie vandaag zijn. Voordat we beginnen wil ik even onze nieuwe steward Aviv even voorstellen. Hi, hallo. Welkom. Ja, dankjewel. Ga even door naar de wedstrijd van vandaag. Kleine sfeerbeeld. Ik ga er even heel snel doorheen, want je ziet dat we zijn echt wat weinig mensen. Dus we moeten echt even hier en daar gewoon even schakelen. Aandachtspunten voor vandaag. Nou, jullie merken het al. Het is echt warm, dus het warmteprotocol is van kracht. De bekende bedelbordjes. Die zijn we echt aan het ontmoedigen, dus aangeven dat Ajax ze liever niet meer binnen wil hebben. Ontmoedigen is niet goed, ze zijn gewoon verboden dus. Eindelijk. Flexibele inzet wordt van iedereen verwacht vandaag. Dus we zullen heel veel moeten schuiven en heel veel moeten rennen. Hoe is jouw relatie met stewards? Fantastisch, ze moeten ook hun werk doen, hè. Het moet allemaal wel leuk blijven voor de rest, voor alle supporters, vind ik. Heb je iets mee naar binnen wat niet mee naar binnen mag? Nee. Zeker? Zeker. Heb jij een bedelbordje mee? Bedelbordje? Ja? Nee. Heb je een bedelbordje mee? Wat? Een bedelbordje? Nee. Nee? Nou, oké, okay, dan. Dat is goed. Ja, dan, ja, dat wil je wel, maar het mag niet meer. Een bedelbordje mag. Ja. Vinden we heel erg flauw trouwens. Ja? Heel erg flauw. Nou, waarom? Waarom? Omdat het toch leuk is voor de kinderen, hè? Heb je een bedelbordje mee? Nee. Nee? Waarom mag niet? Mag niet meer. Nee? Zou je anders wel eentje mee hebben genomen? Nee, denk ik niet. Nee? Maar ik wil wel graag een shirtje, maar niet zo graag als anderen. Goed, fijne wedstrijd verder. Ja, dank je. Waar moeten we zo meteen op gaan letten? Ja, mensen scannen hun kaartje en dan gaan ze door het poortje. En dan ga jij zeggen, yo, welkom in de arena. Mag ik ze even fouilleren? Wilt ze zich omdraaien? En dan ga je ze ook voorstellen? Voor je? Gewoon, nee, dat hoeft niet. Oké, nee, niet zo formeel. Je zegt gewoon welkom. Oké, okay. En bij het fouilleren? Nou, bij het fouilleren draai je de mensen om. Je fouilleert vanaf de rug. Kan ik het bij jou testen? Bij jou testen? Ja, tuurlijk. Ja? Ga je gang. Nou, oké. Okay. Handen omhoog alsjeblieft, meneer. Ja, dank je. Ja. Goed, beetje rugmassage. Ja, rugmassage, dit, dat kunnen we zien. Nee,
Eén tipje, blote delen mag je niet voelen. Nee, dat dacht ik wel. Dat is goed. Deed je nou dit ook? Ja, dus ja. Het idee is eigenlijk ja. De achterkant. Het gaat eigenlijk vanuit hier. Ja. Dus je doet hem eigenlijk de voorkant. Dus je hebt een soort vlinder. Oké. Okay. Ga je naar beneden. Vlinder, vlindertechniek. Ja, vlindertechniek. Vanuit daar ga je door naar achteren. Oké. Okay. Doorvlinderen. Doorvlinderen. Ja. Daarna pak je eigenlijk middel. De broeksband hebt. Ja, even kijken. Even ja. De broeksband. Krijg er warm van. Ik zag hem. Meneer. Goeiedag. Ja, ja. Is goed. Even kijken. Nou, even goed. Even vlinderen. Ja, even goed. Goed gevlinderd. Ja, goed. Jullie mijn kaarten er nog in? Helemaal goed, helemaal goed. Jij bent wel een keer het vet lichter. We gaan naar boven. Dan ga je de andere kant zien van de instroom, zoals het heet. Dus meesten gaan nu naar binnen, gaan een drankje doen, gaan wat eten. Gaan naar hun vak. Is het heet? Dan is een klein schokje. Oh. That escalated quickly. Oh, slecht zeg. Dat is heel slecht. Vak 120. Ja. Hoi, weet je waar jullie moeten zitten? Nee. Nee, kijk, dit is rij 8. We gaan een beetje naar beneden. Ja. En dan naar links. Oké, okay, cool. Dus, fijne wedstrijd, hè? Ja. We leren snel, we leren snel. Ja, je kan gewoon die gele jas wel aan, hoor. Geen probleem. Lekker, hoor. Tjus. Lopen we dan, hè? Het wachtgedeelte, zeg maar. Ja? Ja, nu houden wij gewoon een beetje toezicht en helpen we mensen die vragen hebben. Worden nu ook spannender? Nee, zeker niet. Het wordt pas spannend als de wedstrijd gaat beginnen. Nancy, waar lopen we nu heen? We gaan nu naar de commandokamer. Ja? Dat is zeg maar het hart van de arena. Die stuurt ons aan, sturing aan de brandweer, politie, alles. Die ziet alles. Hier is waar stadionverboden worden uitgedeeld. Hier is waar stadionverboden worden uitgedeeld. De steward staat de dingen doen op plekjes waar het niet mag, etc. We gaan op een boefenpad. Oké, ja. Let's go. Ik zie veel schermen. Klopt. We staan nu in de commandokamer. Ja. Dat is het hart van de arena. Hier wordt alles in de gaten gehouden, zoals je ziet. Waar ze nu vooral monitoren is de instroom. Zoals je ziet bij bepaalde beelden zijn de rijen vrij lang. En dan wordt er geschakeld met de hoofdsteward van je instroom moet omhoog, want anders hebben ze niet op tijd binnen. Nou ja, kijken of mensen wel binnen mogen komen. En zo wordt vanaf eerste tot de laatste minuut alles hier opgenomen en bekeken en geschakeld waar geschakeld moet zijn. Waar moet je eigenlijk op letten als je aan het veld staat? Nou, als veldsteward heb je een hele belangrijke positie. En ja, je moet zorgen dat er geen mensen het veld op gaan. 9 van de 10 keer zien we het eigenlijk niet. Gebeurt het gewoon heel onverwachts. Dan hebben ze het gewoon wel in hun hoofd. En dan springen ze gewoon in één keer het veld op. En je probeert hem hier al tegen te houden. Je tackelt hem, je gooit hem neer, whatever. Ook als hij maar niet het veld op gaat. Je mag niet achterover kijken als je als je op veldsteward bent, heb je eigenlijk het heel zwaar. Je kijkt alleen maar naar het publiek. Goedemiddag ook vanuit de nok van het stadion. De afzuigkap normaal gesproken, maar die afzuigkap is dicht. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor de Ajaxide. Groningen op bezoek. Bergwijn sterk fysiek en kan meteen uithalen en doet dat vernietigend. Bergwijn kan voor het schot gaan en dat schot gaat erin. En zo gaat dat wel heel makkelijk. Robbie op Taylor en daar is nummer 5. Kenneth from another planet. Lekker hoor. Toch een beetje stiekem juichen. Berghuis achter de bal en de 6-1 voor de Amsterdammers. De tegenstander van vandaag kon te weinig tegenstand bieden. En Ajax liet bij Vlagen heel mooi spel zien. Hey, tot de volgende keer. Hey, tot ziens, hè, wel thuis. 6-1. 6-1, ja, rustig, gezellig, iedereen blij. Voor het team makkelijk, maar hoe ging het voor het stuurteam? Ja, het stuurteam had het ook vrij makkelijk. Er waren geen heftige incidenten, geen inzetten, gelukkig. Dus, geen biervooiers? Nou ja, vanuit het uitvak, maar ja, daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Dus, en nu tijd voor een borreltje. Nu is het tijd voor een borrel. Ah, let's go. Let's go. 3, 2, 1, stuur.